schön mit Sammy. Danke, Direktor. Hammerstein. Ich muss dir etwas erzählen. Das ist sehr schwierig zu verwenden. Danke. Maar meneer directeur, wat wil u nu eigenlijk zeggen? Hier klopt precies iets niet. Ah, hier klopt wel iets. Binnen! Wat ligt er hier nu op de grond? Dat is een xylofoon. Dat dient om muziek te maken. Eeuw, muziek maken. Och ja, het zal snel gedaan zijn met al die muziek als het JMA wordt verkocht en ik eindelijk mijn handenbeauty salon kan openen. Wat? Het JMA wordt verkocht? Ja, iemand heeft een bod gedaan voor het JMA te verkopen voor 100.000 euro. Wat? Zoveel? Je kan het JMA toch niet zomaar verkopen? Sorry, maar ik wil echt de droom van mijn snoepje waarmaken. Maar als jullie tegen volgende week 100.000 euro verzamelen, is het TMA voor jullie. Ja, schat. We moeten door. Het is tijd voor Diva haar schoonheidsslaapje. Allee, succes, muzikantjes. Jullie zullen het nodig hebben. Salut et bonne chance. We moeten zo snel mogelijk heel veel geld inzamelen. Maar hoe gaan we dat in hemelsnaam doen? Een wafelenbak. Of we kunnen auto's wassen. We kunnen muzieknoten verkopen. Daarmee kunnen we toch niet snel genoeg geld inzamelen. Wat? Ik heb het idee! Benefiet. Het JMA moet gered worden, we kunnen hierbij helpen. Bel snel naar dit nummer en leef je bijdrage.
In ruil hiervoor kunnen jullie genieten van heel wat live muziek, gebracht door de leerlingen van het JMA. Dan net beet het tweede jaar de spits af met Beter als je danst. De volgende artiesten staan ondertussen al voor jullie klaar. Hier is de pianoklas van Johan met Carousel, met daarna Let's Begin, gebracht door de dwarsfluitleerlingen van Amber. Thank you.
sociale media krijgen veel berichtjes van mensen die het IMA willen steunen. Blijf dat zeker doen met de hashtag #RedHetIMA. Sommigen organiseren zelf een originele actie. We stuurden enkele reporters op pad om te kijken hoe de acties eraan toe gaan. Laat ons verbinding maken met onze eerste reporter, Matties. Goedemiddag, ik sta op de paardenrenbaan bij de Haverbeek. Binnen een half uur start hier de grote finale. Het geld wordt ingezameld door het publiek. Ze kunnen wedden op het favoriete paard. Ik ga even luisteren bij de toeschouwers die gewed hebben op een paard. Meneer, op welk paard zet u uw kansen? Maar hoe ze, zei de helder van de televisie. Madeleine, ze zei die geluid van op de televisie. Op de televisie? Amai, als al mijn vriendinnen dat horen van een belangrijke damesclip, zullen ze vast hun zien van de jaloezie. Oké, even luisteren bij de volgende toeschouwer. Dag mevrouw, op welk paard hebt u ingezet? Ik heb ingezet op nummer 3. Waarom kies je voor nummer 3? Ik bestel altijd nummer 3 bij de frituur. Dat is een goed paardenbiefstuk. Oké. Ik denk dat het tijd is voor de volgende oprit. Terwijl de paarden zich aan het opstellen zijn voor de grote reis, zijn de volwassenen AMV van Lisa hun vingers alvast aan het opwarmen. Ze brengen voor jullie Don't Let Me Down. Daarna krijgen jullie ook nog wat Amy Winehouse. De zangklas van Emma brengt namelijk Back to Black. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down.
gaat zo meteen beginnen. Nog even checken of de ruiters er klaar voor zijn. Oei, zit jij niet omgekeerd op je paard? Zeg, waar moet je eigenlijk mee? Je weet toch niet welke richting dat ik uit wil gaan? Drie, twee, één, bang! Alleen nummer drie! 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 De reis gaat hier nog achter mij nog even door. Hopelijk kan er nog veel geld ingezameld worden voor het Jemma. Vergeet zeker ook niet jullie bijdragen te leveren. Ondertussen gaan wij wel toeteren met het toeterlied gebracht door de derdejaars. Maar eerst brengt de pianoklas van Wouter voor jullie nog La Valse de Damuli. Thank you.
Intussen gaan we eens een kijkje nemen in de belcentrale. Hopelijk hebben ze al heel wat geld kunnen inzamelen. Zijn er al veel bellers daar? We krijgen heel wat telefoontjes binnen, hoor. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo, waar ben je dan? Waarom verlang ik zo? Allee, die heeft nu al afgewacht, de mensen van tegenwoordig. Laat mij maar het woord voeren. Goedemiddag, met de belcentrale. Voor mij graag een klein bakje friet met stoofvleessaus, een biggie burger, een kaaskroket en George, wat moest hij weer hebben? Zo'n XXL frikandel van de Romeo's? Ja, doe dat maar. Zeg, ik kom er dan binnen een half uur om, hé. Het was verkeerd verbonden, maar zoals je ziet loopt alles op frietjes. Op wieltjes. Blijf zeker massaal bellen, ook tijdens de volgende optredens. De gitaarklas van Janos brengt voor jullie Old MacDonald Have a Fun en daarna brengt de klarinetklas van Nele nog concert piece voor jullie. Thank you.
Optreden. Laat ons nog eens live overschakelen naar reporter ter plaatse. Mare, wordt daar ook een actie georganiseerd? Nee, we staan hier live in het toeristhuis de Zonnebende. De mensen hier zijn nog niet zo goed terug met de smartphone. We gaan even kijken of ze hier het JMA willen steunen. Ik vraag haar voor de eerste keer aan de oevere van de Hallo mevrouw, zou u het JMA willen steunen? Wat een gewone luiterklap, hè? Of u het JMA steunt? Oei, wat is er, mijn ma? Laat maar. Loop niet hier lama's rond. Minuutje 62. Hallo mevrouw, zou jij het JMA willen steunen? Vroeger moest ik gaan werken voor mijn centjes. Mag ik nu even verder spelen? Ja, de communicatie loopt er niet zo super, maar we zullen blijven proberen. Nu is het tijd voor de klas van Pom. Zij brengen Oge Komova en daarna doen we het wat rustiger aan met Someone Like You van de vierdejaars. Bingo! Dat kan niet vals spelen.
Amai, die muzikanten zijn goed bezig, zullen. Zet die muzikantjes eens af, zo kan die van waar haar schoonheidslaapje niet houden, hè? Oké, Snoepie. Breng mij liever een vers geperst fruitsapje met 3 middelmatige ijsblokjes. Oké, Snoepie. En zonder pulp, hè? Mijn darmen kunnen daar niet tegen. Oké, Snoepie. En stop met mij Snoepie te noemen. Oké, Snoepie. Thank you.
She just left me up. And there's no one here that I want to change her for. And I was good for her. Still she says she don't know who she adores. Zangklas van Emma met Wrong. Daarvoor bracht de koperklas van Senne voor jullie ook nog Gentle Brass. Er zit duidelijk veel muzikaal talent in het JMA. Inderdaad, en we gaan nog eens live overschakelen met de reporter ter plaatse. Ik hoor dat de sfeer daar goed zit, Rietse. Ja, we kregen via social media een bericht binnen van sympathisanten die ook niet willen dat het JMA verdwijnt. Ze komen spontaan op straat om te betogen tegen de sluiting. Red de CNA! 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 CNA? Huh? Jullie kwamen toch op straat om het JMA te redden? Wat is dat, het JMA? We komen hier wel voor de CNA te redden, hé. Ik koop mijn kleren niet in de Zara en de H&M, hoor. Oei, dat moet een misverstand zijn. We houden een benefiet om het jeugdmuziekatelier in Wielsbeek, het JMA, te redden. Als het zo zit, zijn we terug naar huis. Nee, wacht. De CNA is nog een half uur open. Kom, we zijn weg. Red de CNA! Red de CNA! Red de CNA! Red de CNA! Het is hier duidelijk geen groot succes. Laten we overgaan naar het volgende optreden van... Zeg, ben je iemand van het JMA? Ja. Ik probeer al een uur te bellen, maar ik krijg niemand aan de lijn. Oei, dat is vreemd. We zullen het even uitzoeken. Ondertussen stuur ik wat dieren op jullie af. De Ozu's nootjes brengen en de krokodil. Daarna gaan we rocken met de gitaarklas van Matthias die Californication brengt. En de oe, en de jeep in de lucht, en de...
Beste kijkers, we hebben een belangrijke mededeling. Er heeft iemand een fout gemaakt. Ja, een foutje. Het onderstaande nummer is fout. Het juiste telefoonnummer is 04123456. Het laatste cijfer is dus een 6 en geen 7. Jullie hebben nog heel even de tijd om te steunen, dus bel nu massaal. In ruil krijgen jullie nog eens de dwarsklas van Amber. Daarna dromen we weg met de eerstejaars die dromen in kleur zingen. Thank you.
Hopelijk wordt er ondertussen massaal gebeld in de belcentrale. Laat eens horen of ze veel telefoontjes krijgen. Ja, hallo, ja, hallo de met de belcentrale. Ja, nee, hallo. Nee, het is een keer. Ja, hallo. Nee, hallo. Ja, nee, ja, nee, nee. Druk bezig, ja. Hallo? Ja, ik ja, ben bezig. Ja, 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 oké. Okay. Nee, het is geen vriend. Nee. van al die telefoontjes moet ik drinken naar het toilet, hoor. Neem de hele telefoontjes maar over. Hallo? Hallo? Ja, nee, hallo? Hallo? Diva, shh, stil. Ik moet nog even naar mijn ventje Jean-Pierre bellen. Wat? Haar ventje? Dit klopt niet. Dag Jean-Pierreke. Alles loopt hier volgens plan. Dit was de pianoklas van Zenig met Stand By Me. Dit was jammer genoeg ook meteen het laatste optreden van het benefiet. Helaas is het tijd om de lijnen te sluiten. Hopelijk zijn er nog veel telefoontjes binnengekomen. Laten we iedereen erbij halen om het eindbedrag bekend te maken. Ik heb net deze zilveren envelop van de gerechtsdeurwaarder ontvangen met het eindbedrag. We houden nu niet langer meer in spanning. En het benefiet bracht op 1 vals gebit en 99.999 euro op. Oh. Oh nee, we hebben 1 euro tekort. Dat kan toch niet? Jawel, dat kan wel. Kom, we hebben hier al genoeg tijd verspild met die muzikantjes. Bel maar snel naar die verkoper, zodat wij ons geld hebben. Oké, Snoepie. Wacht. We kunnen het helemaal toch niet sluiten voor de laatste act. Dag Jean-Pierreke. Alles verloopt hier volgens plan. Die idiote directeur heeft het CMA verkopen. Als alles goed gaat, zitten we vanavond al met het geld op de vlieger naar Honolulu. Dan moet ik eindelijk dat gesnoepje niet meer aanhoren. Ik bel je terug van zodra ik het geld in handen heb. Allee Snoepie, je gelooft die muzikantjes toch niet? Die muzikantjes zijn wel mijn vrienden, hè. Ik verkoop het helemaal niet. En maak dat je uit mijn ogen bent. Sorry, ik ben stom geweest. Kunnen jullie alsjeblieft mij vergeven? Ja, natuurlijk. Oef, gelukkig. Dat gaan we vieren met muziek, want jullie zijn een echte revelatie. Wacht, mag ik dan eerst nog naar het toilet? Ja, ja. Yeah! Yeah.
zaten staan en bloeiden nieuw patatjes zijn gereed. Ik zag een jonge zilverbek die de lambada deed. Vogels pikken pieren, kevers kruipen door de haag. Koeien zoeken stieren, mensen zien elkander graag. Met de tanden.